ben heel trots op mezelf, omdat we echt een werk doen dat we meerwaarde kunnen geven, zowel voor de patiënt, maar ook voor de dokters of andere specialisaties. Ten eerste voor de dokters, hier op intensieve zorgen, gaan we echt meedenken en mee gaan doen zien op het gezondheidstoestand van de patiënt, waardoor we echt wel de gezondheid gaan verbeteren. Maar eigenlijk mogen we hier op intensieve ook zeggen dat we mensenlevens redden daarmee. En dan ja, het tweede punt vind ik wel belangrijk, de patiënt, omdat ik echt het gevoel heb dat we een lichtpunt kunnen zijn voor de patiënt. En als ik een mindere dag heb of zo, ze kunnen altijd met alles bij ons terecht. En ja, dat voelt wel een super voldoening om voor de patiënt er te kunnen zijn op alle vlakken. Ik ben eigenlijk wel heel trots op het feit dat ik hier een heel apart traject heb kunnen uitwerken voor patiënten na de behandeling van endeldarmkanker. Dat is eigenlijk een traject waar wij als verpleegkundigen echt wel de coördinatie op ons nemen. En waar wij eigenlijk echt wel een meerwaarde kunnen betekenen voor de patiënt. Dus dat is wel heel leuk. En anderzijds ben ik ook wel heel trots om hier te mogen werken en ook wel echt de kansen te krijgen als verpleegkundige om te kunnen doorgroeien en nog verschillende opleidingen te kunnen volgen om u verder te kunnen ontplooien als verpleegkundige. En dan eigenlijk ook op die manier te kunnen doorgroeien om nog een betere zorg te kunnen verstrekken aan de patiënt ook. Ik ben niet alleen trots, ik ben een zeer trotse verpleegkundige. Ik heb namelijk de kans gekregen om 2 jaar geleden af te studeren als verpleegkundige. Het was niet evident en een grote uitdaging, maar ik ben enorm dankbaar dat ik het gehaald heb, dat ik het aankon en dat ik hier direct mocht werken. Hier op de bloedafname. Zie mij hier staan in een witte schort. Ja, voor mij was het een grote droom. En ik ben dan eigenlijk ook nog een keer terechtgekomen in een fantastisch team met heel veel getalenteerde mensen bij ons, die mij heel goed geholpen al hebben en die echt een hart hebben voor de zorg van de patiënt. Ik ben trots om op de kinderafdeling te werken, omdat het hier heel complex is, zeer uitdagend. We hebben zowel chronische als acute zorg, interne als chirurgische zorg. En we hebben de verschillende leeftijden van het kind van 1 maand tot en met 16 jaar. Wat maakt dat we altijd contextgebonden moeten werken en het iedere keer weer een uitdaging is. En we proberen het verblijf van kind en ouders tijdens de opname zo goed mogelijk en zo goed mogelijk te laten verlopen. En we proberen iedere keer de glimlach weer te toveren bij het kind. Van jongs af aan stond het zorgen voor een ander eigenlijk altijd centraal in mijn leven, waardoor dat altijd een droom was voor mij om verpleegkundige te worden. En ook een droom om altijd in TUZ te staan, omdat TUZ eigenlijk staat voor patiëntgerichte zorg. En ik kan dat alleen maar beamen, omdat ik dat heel belangrijk vind. Ik vind dat wij ook in tijden van corona heel veel applausjes hebben gekregen en heel veel aandacht hebben gekregen. Maar zonder corona en zonder applausjes ben ik een even trotse verpleegkundige. Ik ben trots om verpleegkundig consulent te zijn, omdat ik het gevoel heb dat ik zeer veel kan betekenen voor de mensen doorheen hun traject. Zowel van bij het begin van diagnose tot op het einde. Het is niet altijd positief nieuws die wij moeten brengen, maar wij zijn een hele rode draad doorheen het traject van de patiënt. En dat is zeer belangrijk. Ik ben trots om voor verpleegkundige te zijn, omdat ik de opmerking al krijg van oh, je bent echt wel de sympathiekste verpleegkundige die ik al gehad heb. Of wanneer de mensen zeggen van je lijkt echt wel op een verpleegkundige. Ik ben ook trots omdat ik graag samenwerk met gemotiveerde mensen, voor mensen, want dat zijn we allemaal gewoon mensen. Ik ben vooral trots om verpleegkundige te zijn omdat ik een verschil kan maken. Dat ik iets kan doen en de mensen kan helpen op een manier dat andere mensen dat niet kunnen. Maar waar ik het vooral over wil hebben is waarom ik trots ben om verpleegkundige te zijn op oncologie, op onze dienst. Het is een heel dankbare dienst. Het is inderdaad af en toe een keer moeilijk bij ons. Maar daarvoor hebben onze collega's om daar een keer over te babbelen, om daarover te ventileren. Maar onze patiënten zelf ook, die helpen ons daar op een manier ook op dat ze zelf eigenlijk niet weten. Maar ze zijn immens dankbaar voor de zorg die we geven, voor het luisterend oor dat we hebben, voor de begeleiding die we hebben, zowel voor hen als voor de familie. En daardoor zorgt het er eigenlijk ook voor dat we dat gemakkelijk ook die moeilijke momenten kunnen vergeten. Dat we hier op de poli eigenlijk, op poli oogheelkunde, dat we een vast gezicht hebben voor de patiënten, voor de mensen die komen. Dat ze blij zijn als ze telkens hetzelfde gezicht zien, dat we er zijn voor hen, ook in de lastige tijden. Ik denk dat dat wel een belangrijke is, ook al is het hier op de poli, is niet echt op een afdeling, vind ik toch wel dat we hier ook wel voor hen er moeten zijn en moeten luisteren en helpen waar dat we kunnen.
En ik ben trots als verpleegkundige om te werken op oogheelkunde. Vooral de verscheidenheid van technieken en zo dat je kunt op korte tijd leren. Maar ook vooral de diversiteit van populatie. Heel jong, maar ook heel oude populatie. Zoals Esther ook zei, je kunt er altijd zijn voor de mensen, maar ook de populatie trekt mij enorm aan. Dus ik denk dat we 4 collega's zijn. Ja. We zijn trots. Ik ben trots om verpleegkundig consulent te zijn voor chronisch zieke patiënten. Om zo een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn en een soort van brug te vormen tussen zowel de artsen aan de ene kant als de chronisch zieke patiënt aan de andere kant, om ook zo de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven te verbeteren.